worden steeds groter, hè, die feesten. Tja, ik vind het best wel irritant, ja. Waarom? Nou, het wordt commercieel, het is gewoon niks meer aan. Vroeger misleidde je de politie en zei van ja, daar is het feest, terwijl je met z'n allen onder de brug stond te hakken. En dat was de underground tijd, maar die is niet meer. Die hele scene is nou eenmaal vercommercialiseerd, zoals ze dat noemen. Waar moet je nu naartoe als oude gabber? Nou, je vrienden. Ja, dat was een topfeest gewoon. 20.000 mensen, perfect sfeer. Ja, dat was een goed feest. En nu komt deze eraan, dan is de Thunderdome 97. Dat is in Antwerpen. Dat was vorig jaar een knaller en dat wordt dit jaar weer zeker top. En wat is nou echt de harde gabber? Nou, Hellsound, dat is voor ons is dit de hardste cd, Hellsound. En daar is dus echt het, de enige beweegreden om een nummer op die cd te zetten is hoe harder, hoe beter gewoon. Dus hoe meer lawaai, hoe fijner ze het vinden. Dus, ja. 3 jaar heb ik nu een kaal kop, dus. Vanaf 1992. Ga je nou ook je haar weer laten groeien? Nee, jammer nooit niet. Ik wil gabber open. Ja, echt. Ik ga echt niet mijn haar laten groeien. Nee. Ja, want er zijn er wel die dat weer doen. Oh, nee, iedereen zegt ook altijd dat ik mijn haar moet laten groeien, maar ik doe het toch niet. Dat doe ik echt niet. Valt je wel zo? Je hoeft niet te kammen, je hoeft niet naar de kappen, je hoeft niet, het kost je geld, niks. Ik vind het wel best hoor. En jij? Nou, ik heb precies een jaartje kalm, ik ga het ook niet meer laten groeien. Het is een beetje verrot. Ik ga het zo staan. Dus dat doe ik niet meer. Dit was een gabberhouse tent, maar dat draaien jullie niet meer, hè? Nee, geen gabber meer. Waarom niet? Ik heb het gedaan 3 jaar en is genoeg. Ik wil iets nieuws. Het gaat om sfeer eigenlijk. Het gabberfeest is geen sfeer. Er is geen muziek om te dansen. Persoonlijk, nou, daar kan ik niet dansen, gabber dansen. En met de techno-muziek, is dat ander publiek? Is ander publiek. Heel anders. Heel anders. Leuk mensen. Gezellig mensen. Is de populariteit van gabber aan zijn eind of wordt het alleen nog maar erger? Nou, ik ben van mening dat het alleen maar groter wordt. Je hebt nu natuurlijk de jongeren die nog niet echt de leeftijd hebben om naar die feesten te mogen. Maar die staan wel in de startblokken om op het moment dat ze de leeftijd hebben van hun ouders mogen. Plus het feit natuurlijk dat de scene wat vriendelijker wordt en zo. En dat die ouders ook naar aanleiding van die commerciële nummers kunnen zien van oh, het valt allemaal wel mee. Dat ze op een gegeven moment de leeftijd krijgen om te mogen gaan. En er staat een hele, hele grote groep in de startblokken om die feesten te gaan bezoeken. Nou nog veel aangesproken op je kale kop? Best wel ja. Nou, vroeger meer, maar ja, nu met het gabbetje, met het liedje word je er helemaal scheidsziek van. Echt iedereen, weet iedereen. Je. Treinmachinist, busjefus, je kan het gek niet bedenken. Je loopt in de metro, hoor je iedereen een gabbetje, word je scheidsziek van. Ja, daar word je wel gek van, ja. Maar ja, op zich ja, moet je mijn scheid aan hebben, denk ik. Je moet gewoon, ik loop dat gewoon door. Ik ga echt niet erop gaan reageren of zo. Dat moet je helemaal niet doen. Heb je niks aan. Je merkt dat op dit moment een heleboel soort hardcore aftrek, zoals allemaal in de top 40 belanden, zoals gabbertje, eigenlijk allemaal een beetje gimmickachtig. Er is een grote groep jongeren, zeg maar in de leeftijd van, laten we zeggen, 11 tot 15 jaar, die deze cd dus koopt. Die eigenlijk geen idee hebben waar de echte scene om gaan, die nog nooit op een feest zijn geweest. Die denken real hardcore, die cd gaan we kopen. Maar ja, goed, de echte scene die kotst dit soort dingen in principe allemaal uit. Je zegt, ja, een gabberpiet, om maar wat te noemen. Dat is een beetje misleidende naam eigenlijk, real hard. Het is een misleidende naam, maar die groep die pakt het dan wel op.
En heb je ook nog happy hardcore? Hebben we ook nog. Dat zal ik ook even laten horen. Wat is dat dan weer? Nou ja, goed, dat is dus muziek waar eigenlijk de samples een beetje de boventoon voeren. Zonder even ingooien. En ja, het is niet hardcore, het is niet duister, het is wat vrolijker allemaal. Dus ja, en allemaal hele lieve geluidjes, vrolijke muziek dus. Ja, nu hoor je echt duidelijk het verschil tussen de echte hardcore en zeg maar dit soort dingen. Gebruiken gabbers veel drugs? Ja, dan hangt het er vanaf wat je onder drugs ziet. Drugs is natuurlijk een heel specifiek verhaal. In Nederland kennen we een wetgeving daarop. Ten eerste valt in de Nederlandse wetgeving alcohol, nicotine en cafeïne daar alvast niet onder. Terwijl daarover leiden toch jaarlijks vele malen meer mensen aan dan aan ecstasy. Ecstasy is gemiddeld 1 per jaar. 8 doden, klopt ook. Gabbercultuur bestaat ook 8 jaar inmiddels. Er zijn helaas 8 mensen overleden. Ecstasy is bijvoorbeeld een niet verslavend middel. Een heleboel gabbers die gebruiken wel eens in het weekend een pilletje. Ze zetten een keer een roze bril op. Wat is het leuke van gabbers zijn? Ja, vrij. Ik denk dat het het vrijste is wat er is. Ja, je kunt doen wat je wil, weet je. Het is net vroeger, hè, met drugs, seks en rock'n'roll. Ongeveer. Het is gewoon, ja, het is toch zo. Het is toch zo, of niet? Ja, maar het is wel zo. Je kan lullen wat je wil. Maar het is wel zo. Ik bedoel, ze blowen de hele dag door, die gasten hier. Dit is echt niet normaal.